Hallo Maagd, jullie hebben een waanzinnige lezing. Dit is jullie lezing voor mei. En jullie zullen een hele mooie mei kunnen hebben als je rust neemt. Ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Midi en Buddy Advies op Facebook. Je kan altijd lid worden. Als je nieuw bent, kan je even op het knopje drukken. Het lidmaatschap is gratis. Klik op het belletje als je genotificeerd wilt worden. En als je niet genotificeerd wilt worden, klik dan niet op het belletje. Maar als je lid wordt, dan slaat dit wel op in je bibliotheek en dan kan je me makkelijker terugvinden. Alsjeblieft, laat een reactie achter als je het leuk vindt. En kom in de live sessies, want ik ga live elke dag. Daar trek ik een kaartje voor elke sterrenbeeld. En als jij binnenkomt in de theekamer, ik noem het mijn theekamer. Het is van ons allemaal, want jullie maken het. De volgers die maken het door discussies, grappen te maken, kennis te geven, bla bla bla. Jullie krijgen ook nog een kaartje en soms krijgen jullie nog wel meer kaartjes. Allemaal gratis. Oké. Jullie eerste kaart is de 2 van Michael en de 2 van Michael is de 2 van zwaarden. Meestal wordt dit uitgebeeld met een vrouwtje die geblinddoekt is en de 2 zwaarden over haar hart en emotionele chakra heeft. Dan ben je hebt je afgesloten en je zit te veel in je hoofd. Haal die blinddoek eraf, je hebt beslissingen te maken of keuzes. En open je hart en open je emotionele chakra. En dat is je zonnevlecht. Dit wordt verduidelijkt door de ring. Misschien heb je een aanzoek gehad. Wil je met me trouwen? Of je hebt een bericht gehad van wil je deze baan? Dat is ook een partnerschap, want je moet contracten tekenen. Als je contracten tekent, dan heb je ook een partnerschap aangegaan. Of misschien is het een nieuwe vriend of een vriendin. Gewoon een vriend. En in de tweede week hebben we de 4 van Michael. Dat is de 4 van zwaarden. Het is tijd voor rust te nemen. En de rusttijdperiode is meestal, wordt er gezegd, mediteren en evalueren. Want je moet een beslissing maken vanuit de eerste week. En ik denk dat je daar tijd voor moet maken in de tweede week. En luister naar je gevoel, want hier hebben we de maan. Als je iets niet weet, vraag dan voor hulp of meer informatie. En volg het licht op het pad, want de maan geeft licht en het heeft ook nog een donkere kant. Zo misschien heb je nog meer informatie nodig om goed te evalueren wat je wilt. Maar de maan en de zon, dat zijn ook schijnwerpers. Zo jij staat in de schijnwerper. Iemand is verliefd op je en biedt je. Of iemand herkent je en ziet je. Die geeft je een aanbieding tot partnerschap of vriendschap. In de derde week, maagd, heb je de dwaas. Neem die sprong en geloof in jezelf. Het zal goed zijn, maar wees zeker dat je dan die informatie hebt ingewonnen. Zodat je een goede, stevige beslissing kan maken of een keus. Je hebt de klavers erop liggen en dat betekent geluk. Dit nieuwe begin zal je heel veel geluk brengen. Wees bewust. En voor de vierde week heb je de knecht van Raphaël. Dat is de knecht van bekers, de knecht van water. En het is een emotioneel nieuws dat kan zijn over een nieuw begin. Want het kind betekent een nieuw begin, speelsheid. Spontaniteit, maar het kan ook een nieuw begin zijn dat je zwanger bent of zo, of dat je besloten hebt dat je kinderen wilt hebben met deze partner. En je gevoel zegt, ga ervoor, want die sprong brengt je geluk en dat is de klaver. En je themakaart is wees bewust, nummer 15. Ja, 15. En dat is een 6. Zo, je bent in balans. De engelen zijn bij je en het universum ook. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden en hou je taai en tot de volgende keer. En wees gezegend. Ciao, ciao.
Thank you.